Goede vrijdag, 3:00 middags. De dag en het tijdstip dat Jezus stierf aan het kruis. Om dat te gedenken zijn we vandaag in deze kerk gekomen. We herinneren ons de dood van Jezus. We herinneren ons de laatste uren van zijn leven. De moeizame weg die hij moest gaan. 14 kruiswegstaties vertellen over die laatste dag van Jezus. Over zijn lijden en sterven. En als je goed luistert naar die kruisweg, dan herken je in het lijden van Jezus ook het verdriet en het lijden van andere mensen. Hier in het midden van de kerk staat het kruis van Jezus. We leggen er andere kruisen bij die vertellen van het lijden van zoveel andere mensen. We plaatsen licht bij de staties, opdat ook ons lijden verlicht mag worden. We leggen straks bloemen bij het kruis van Jezus en steken er kaarsen bij aan. Een woordeloos gebaar van eer aan het kruis van Jezus en van medeleven met alle mensen die lijden of ernstige tegenslag meemaken. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Jezus werd naar Pilatus gebracht, die hem moest berechten. Hoewel hij onschuldig was, veroordeelde Pilatus hem toch tot de dood. Zwijgend aanvaarde Jezus het onrecht dat hem werd aangedaan. En Pilatus waste zijn handen in onschuld. Ten onrechte veroordeeld worden. Hoeveel mensen overkomt dat niet? Mensen die zomaar veroordeeld worden omdat er geen of onvoldoende rechtspraak is. Mensen die onrecht moeten doorstaan vanwege een gebrekkige wetgeving. Mensen die gevangen genomen worden vanwege hun geloof of levensovertuiging. En het gebeurt ook dichtbij. Mensen lijden onder vooroordelen, onder discriminatie. Soms doen ook wij eraan mee, omdat we onszelf beter vinden dan de ander. Die houding vinden we ook in ons land, soms dichtbij, soms ook bij onszelf. Tweede statie. Jezus neemt zijn kruis op. Pilatus gaf Jezus over aan de soldaten om hem te kruisigen. De soldaten namen Jezus mee en legden hem met kruis op de schouders. Zo gingen ze op weg naar de plaats waar hij zou sterven, terwijl hij zelf zijn kruis moest dragen. Jezus nam zijn kruis en droeg het. En zo zijn er ontelbare mensen die hun kruis op zich nemen, die hun lot, hun pijn, hun lijden dragen. Mensen die ziek worden en hun ziekte dragen ten einde toe. Mensen die uit elkaar gaan omdat hun relatie niet meer vol te houden was. Mensen die verdriet kennen om wat tegen zit, om wat anders gaat dan verwacht. We denken aan al diegenen die, moedig of angstig, toch de weg gaan die voor hen ligt. We denken aan allen die, met twijfel en tegenzin, maar soms heel sterk, hun kruis op zich nemen. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal. Jezus droeg zijn kruis, maar het was te zwaar. Uitgeput viel hij op de grond. Het kruis lag bovenop hem. Maar hij stond weer op. Hij moest wel verder. Veel mensen hebben een eigen kruis te dragen. Ook voor hen kan het te zwaar worden. Soms bezwijken zij onder de last die ze moeten dragen. En toch, ze verzamelen weer moed, ze komen weer overeind, ze gaan weer verder. Leven is vallen en opstaan,
en weer verder gaan. Dat is natuurlijk zo, maar makkelijk is het vaak niet. Er is veel kracht en moed bij nodig om steeds weer die weg op te pakken. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn moeder. Langs de weg stond Maria, de moeder van Jezus. Ze zag haar kind dat zij had gedragen en opgevoed. Ze had hem volwassen zien worden en zijn eigen weg zien gaan. Nu leed zij met hem mee en huilde. Zoals Maria langs de weg van Jezus staat, zo staan er vaak moeders langs de weg van hun kind. Ze kijken met bezorgdheid en soms met angst naar wat hun kind doet en wat het maar overkomt. Maar ze blijven in de buurt, ook als hun kind heel andere wegen gaat dan ze zelf hadden gedacht. We denken nu aan al die moeders en al die vaders die er zijn voor hun kind, die hun kind trouw blijven, wat er ook gebeurt. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen. Onderweg kwamen ze een man tegen, Simon, afkomstig uit Cyrene. Hij kwam juist van zijn akker en liep terug naar de stad. De soldaten dwongen hem Jezus te helpen met het dragen van zijn kruis. Gelukkig zijn er soms mensen die anderen helpen het lijden te dragen. Ze zijn aanwezig, ze luisteren, ze helpen met wat ze kunnen, hoe eenvoudig ook. Soms dragen ze zo een stukje last mee. Zo iemand is Simon van Cyrene. Hij lijkt ervoor geschapen om het kruis te dragen. Een sterke man, zo wordt hij afgebeeld. Maar de kracht om een kruis te dragen ligt niet alleen in sterke spieren. Ze zit ook niet verborgen in ogen die werkelijk zien, in oren die tussen de regels door kunnen horen. Het hart dat meeleeft met de ander. Zesde statie. Veronica droogt het gezicht van Jezus af. Een vrouw, Veronica, was niet bang voor de soldaten. Zij drong zich door de mensen heen en veegde met een doek bloed, stof en zweet af van het gezicht van Jezus. Als een mens gewond is, ziet hij er anders uit. Eng soms. Zeker als zijn hoofd gewond en bebloed is. Wie ziet dan nog de mens door diens verwondingen heen? Wie heeft oog voor de hele mens? Wie laat zich raken? Niet door de sensatie, maar wel door de mens. Veronica ziet en wordt geraakt. Ze wil helpen, troosten, iets doen. Ze weet niets te zeggen. Haar handen zijn tastend en troostend nabij. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal. Na een tijdje vonden de soldaten dat Jezus zelf zijn kruis weer moest dragen. Maar hij kon haast niet meer en weer viel hij onder het kruis. Eén keer vallen, dat kan ons allemaal overkomen. Maar twee keer of meer. Wie heeft er oog voor mensen die blijven vallen? Mensen die niet geslaagd zijn in het leven. Mensen die uit de boot zijn gevallen. We denken aan het lijden van hen die voelen dat ze niet meer meetellen. Mensen die afgeschreven worden. Mensen zonder werk en weinig kans op een nieuwe baan. Mensen die ziek zijn
zonder hoop op genezing. Mensen die minder begaafd zijn, mensen in verpleeghuizen, mensen in de gevangenis. Achtste statie. Jezus troost de bedroefde vrouwen. Langs de weg stonden enkele vrouwen te huilen. Als Jezus voorbij komt, kijken ze hem aan en hij kijkt hen aan. En hij zegt, huil maar niet om mij, maar huil om jezelf en je kinderen. Huil maar niet om mij, zegt Jezus. Wil hij dan niet dat mensen meeleven? Of denkt hij dat mensen die langs de kant blijven staan niet echt mee kunnen leven? Dat ze alleen met zichzelf bezig zijn, met hun eigen verdriet. Maar ook dat mag van Jezus. Want wie niet eens om zichzelf kan huilen, kan die wel meeleven met een ander. Mensen die zich uitgestoten voelen, kunnen die meevoelen met een ander? Voor al die mensen die wel kunnen huilen, die verdriet voelen om zichzelf, om hun kinderen en anderen. Voor al die mensen bidden wij. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal. Weer viel Jezus. Hij was aan het einde van zijn krachten. Het kruis was te zwaar. En er was niemand die hem nog hielp. Hij moest toch verder, helemaal tot aan het einde. Alweer gevallen en nu aan het einde van zijn krachten. Geen kracht meer, geen moed om nog op te staan. Hoe is het als je geen uitweg meer hebt, geen hoop meer hebt? Hoe is het als je enkel nog op het einde wacht en daarna verlangt? We denken aan mensen die uitgeput zijn, die alles hebben gegeven en meer nog, we denken aan mensen die niet meer kunnen geloven in de toekomst en geen uitzicht meer zien. Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleding ontdaan. Toen ze op de plaats van de terechtstelling waren aangekomen, trokken ze hem zijn kleren uit. De soldaten verdeelden zijn kleren en ze dobbelden om zijn gewaad. Van alles beroofd, geen enkele bescherming meer, naakt. En alles wat je nog had, wordt verdeeld. Zelfs je laatste bescherming is afgepakt. Je staat te kijken, onbeschermd. Je bent uitgekleed zoals al die mensen die niets meer hebben. Geen baan, geen inkomen, geen dak boven hun hoofd, geen eten en drinken. Staan we alleen maar naar hen te kijken? Verdelen wij wat zij hadden moeten krijgen? Al die naakte en berooide mensen, van alles ontdaan, van alles verstoken. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis geslagen. Toen sloegen ze Jezus aan het kruis. Het volk stond toe te kijken en de overheidspersonen lachten hem uit. Ze zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias is, de Zoon van God. Het volk stond toe te kijken toen ze Jezus kruisigden. Hoe vaak gebeurt dat niet, dat het volk toekijkt terwijl een ander een ongeluk heeft gehad, pijn lijdt of misschien wel voor zijn leven vecht? Wanneer er een ongeluk is gebeurd, stromen de mensen toe. Dat gebeurt ook bij rampen, bij terechtstellingen. Ze vergapen zich aan het lijden van anderen. Ze kijken
en doe niets. Zo voelen slachtoffers zich bekeken om het ongeluk dat hen is overkomen. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Omstreeks 3 uur werd het donker, alsof de zon verduisterd werd. Een van de soldaten zag dat Jezus dorst had. Hij nam een spons, doopte die in zure wijn en stak die op een lange stok om Jezus te drinken te geven. Nadat hij had gedronken, riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, stierf hij. Jezus sterft aan het kruis. De Zoon van God ondergaat het lot van mensen. Hij sterft hun dood. Zoveel houdt God van mensen dat hij alles met hen solidair wil zijn. Dat hij zelfs hun dood wil ondergaan. Als God zelf ons lijden kent en deelt, zelfs tot en met de dood, dan mogen we erop vertrouwen dat hij ons altijd nabij blijft. Hij wil ons nabij zijn in leven en sterven, in liefde en lijden, in het alles en in het niets. Als we stilstaan bij dit kruis van Jezus, spreken we dat vertrouwen uit. We leggen bloemen neer bij het kruis van Jezus. En zo leggen we iets van ons eigen verdriet en lijden neer bij God die meeleidt en meeleeft met mensen, die ons altijd nabij wil zijn. Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Jozef van Arimathea was een leerling van Jezus. Hij was een rijk en bekend man. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem of hij het lichaam van Jezus zou mogen begraven. Hij haalde Jezus van het kruis af en legde hem in de armen van zijn moeder. Uit de zorg voor onze overledenen blijkt ook de zorg van mensen voor elkaar. Bij het afscheid is er verdriet en pijn. Die kunnen blijven. Soms lijken verdriet en pijn weg te gaan. Soms komen ze terug, zelfs jaren later nog. Maar ook is er de sympathie voor de mens die niet meer bij ons is, die we nog zouden willen vasthouden en koesteren. De mens van wie we gehouden hebben. Zo verzorgt Jozef van Arimathea met enkele vrouwen het lichaam van Jezus. Zo houdt Maria haar zoon vast. Verdriet en pijn, zorg en sympathie gaan hand in hand. Zo vinden mensen die rouwen wat licht. Veertiende statie. Jezus wordt begraven. Nadat het lichaam van Jezus van het kruis was afgenomen, werd het gewikkeld in een lijkwade. Daarna werd het in een rotsgraf gelegd, waarin nog niet eerder iemand was begraven. Een grote steen werd voor het graf gerold. Als iemand begraven is, lijkt het alsof alles voorbij is. Maar in ieder geval bij Jezus was dat niet zo. Tijdens zijn leven had hij veel verteld over leven en dood, over het huis van God, over nieuw leven. Steeds wist Jezus dat de dood het einde niet zou zijn, dat zijn Vader in de hemel andere mogelijkheden had. Zo werd Jezus dood het begin van nieuw leven, voor hem, voor ons. God gaf ons in zijn Zoon uitzicht op nieuw leven.
Daarom vertellen we elkaar telkens weer het verhaal van Jezus' leven. Ook van zijn lijden en sterven. Want het verhaal van Goede Vrijdag is uiteindelijk ook een boodschap van licht, van leven. God zal deze dood ten goede keren. We hebben samen stilgestaan bij de weg van Jezus en zijn laatste uren, de kruisweg. Zo stonden we stil bij de weg die velen van ons moeten gaan. Want iedereen, groot of klein, jong of oud, kent verdriet, lijden en pijn. Bij dat verdriet hebben we stilgestaan. We hebben hier bij het kruis bloemen gelegd, teken van sympathie en betrokkenheid. Daarmee ontkennen we de pijn en het verdriet niet. Die zijn immers niet weg te denken. Maar net als bloemen bloeien wij verder en net als het licht van de kaarsen geven wij elkaar licht door elkaar nabij te zijn, door elkaar niet in de steek te laten, door elkaars weg en kruisweg van het leven te zien en soms een stukje mee te gaan. Mogen de zegen van de God van Jezus bij ons zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden op het paasfeest. Mogen de Almachtige God ons roepen in zijn dienst, dat wij doen wat goed is en wat leven geeft. Dat wij leven hem achterna, totdat ook wij eens geborgen zijn in de liefde van God, die duren zal tot in eeuwigheid. Amen.